kermisexploitanten voor het eerst sinds coronacrisis weer los in Drenthe. Ode aan Fiat-trekker met lange toertocht. Anderhalf jaar lang stonden ze stil. De botsauto's, de zweefmolen en de suikerspinmachine. Maar sinds vandaag is er in Drenthe weer kermis in het centrum van Emmen. En dat is te horen, want sommige bezoekers gillen de longen uit hun lijf. Ja, het is zeker zo eng. We zijn net in de breakdance geweest en verder nog niks. Ja, dat is een heel onwerkelijk gevoel dat het niet is gebeurd in het afgelopen anderhalf jaar. We hebben nou 2 keer de kritiek kermis gemist. We hebben gelukkig vorig jaar hier nog in Emmen gedraaid. Toen was het ook net even op het laatste punt. En het is onwerkelijk, maar wel heel blij. Maar voor de mensen die de kermis bezoeken, voelt het direct weer als vanouds. We kwamen hier puur te toevallen. We waren met de kleinkinderen op pad. En we gingen even naar Emmen toe. En die zagen, een draaimolen, opa. Nou, dan gaan we even kijken. En ja, het is wel weer grappig, hè? Ja, het is super. Ja, het is gewoon elk jaar geweldig kermis. Ik denk een beetje de sensatie en de adrenaline. Wel zijn er uiteraard maatregelen genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan. En daar wordt ook op gehandhaafd. Nou, we hebben een ingang en we hebben een uitgang en we hebben een rondgang. En als de mensen op dit punt aangeland zijn, dan kunnen ze ervoor kiezen om dus nog een keer rond te gaan. Of ze kunnen er weer afgaan. En het gaat niet tegen elkaar in. Wat je in een winkelstraat nog wel eens meemaakt, dat gebeurt hier niet. We moeten in een looproute lopen. Dus wel een looproute, maar voor de rest merk je niet veel verschil. Alleen 1,5 meter afstand houden natuurlijk. Als er niet meer zijn dan nu, dan voel ik me volledig veilig. Dan is er niks aan de hand. Dus ik vind het wel goed. De kermis in Emmen staat er nog tot en met volgend weekend. Reizigers die zich willen laten testen voordat ze op vakantie gaan, kunnen in elk geval tot maandag niet meer terecht bij de GGD. Het lab dat de testen analyseert heeft te maken met een storing en een capaciteitsprobleem. Daardoor is het niet mogelijk om vakantiegangers binnen 30 uur een testuitslag te geven. Mensen die zich dit weekend zouden laten testen, moeten een nieuwe afspraak maken. Dat geldt ook voor mensen die nog wachten op een testuitslag. Mogelijk kunnen zij terecht in een andere regio of bij een commerciële testaanbieder. Wat wil je dan meer? Het is LM Fiat en geniet. Mocht je vandaag een stuk of 100 oranje trekkers tegenkomen, dat kan. De Fiat Tractor Club houdt zijn jaarlijkse trekker toertocht vanuit Wezeperbrug. Wat is nou zo mooi aan Fiat Tractor? Ja, dat is een goede vraag. Wat de ene prachtig vindt, vindt andere net niet mooi. En dit bent allemaal fanatieke Fiat-fan. En het geluid. En dat maakt niet uit dat je nou groot of klein, voor elk wat wils. Nou, kom joh. Tachtig trekkers doen er mee aan de toertocht. En Pronk geniet zichtbaar van het oranje Fiat-festijn. Dat allemaal Fiat bent. En waar we allemaal van kunnen genieten. Maar ook onderweg, waar andere mensen weer van kunnen genieten. Want je hebt wel meerdere markttrekkers, maar je ziet wel dit. Het zit hier. Bij sommigen wordt de liefde voor de Fiat er met de paplepel ingegoten. Mijn opa die had vroeger een nieuw gekocht. En toen, die is gebleven, die is hier nu ook. En dan zijn wij ermee verder. De hobby. En anderen hebben iets minder met de Fiat-familie. Wat heeft u er nou mee? Niks. Waarom bent u hier dan? Omdat mijn man ook meedraait. Dan is het tijd voor vertrek. De tocht is zo'n 55 kilometer. Onderweg gaan we ergens zitten. Of zitten of staan. Eén kop koffie. Of de soep. Broodje erbij. Maar waar dat is. Alleen de voorzitter werd waar ze heen gaat. Verder weer weet niet. Het is voor de deelnemers eigenlijk vrij simpel. Lekker rijden, genieten van Drenthe en vooral van de mooie trekkers om je heen. Tenzij je erachteraan rijdt met de auto. Ja. Aan het eind van de middag zijn de trekkers weer terug bij het begin. Tenminste, als ze allemaal een beetje doorrijden. Vanavond en vannacht is het helder met hier en daar een mistbank. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen breekt regelmatig de zon door, afgewisseld met stapelwolken. Het blijft droog met zo'n 24 à 25 graden. Maandag is het bewolkt, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog.
Wel wordt het iets koeler, zowel op maandag als dinsdag is het rond de 20 graden. Daarna warmt de boel in de loop van de week op en tegen het weekend komt de 25 graden in zicht. De regen blijft uit met hier en daar wat bewolking. Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws leest u zoals altijd online op rtvdrenthe.nl en in onze app. Voor nu een heel fijne avond en graag tot morgen!